Puur omdat ieder meisje in mijn klas iets met Spice Girls had. Dat is mijn tip met all black outfits. Same old story. Altijd als ik naar de kapper ben geweest, gaat het regenen. Oké. Okay. Goedemorgen. De tweede vlog op een rij met kabaal op de achtergrond. Kunnen we niks aan doen. Ik moet zo lachen, want we hebben hier dus een hijskraan als uitzicht. Omdat ze met de supermarktbouw bezig zijn. Maar ik zie de flat hier tegenover steeds mensen op de galerij gewoon echt als een soort attractie hier naar kijken. Wat oudere mensen over het algemeen. Terwijl, ja, ik denk echt, wat valt er nou precies te zien? Ik vind vooral een doorn in mijn oog, maar goed. Ik heb mijn jas aan binnen, want die zit gewoon net als een badjas. Dus ik dacht, laat hem lekker aan. En ik heb net een lunch gemaakt. Ging allemaal een beetje mis. Ik smeerde filet erop en zag dat hij 2 dagen over datum was. Nou, filet americain is normaal echt iets waar ik dan wel wat meer picky mee ben als het over datum is. Maar ik had geen crackers meer en het zag er goed uit. Het rook goed, dus ik dacht, we gaan het risico nemen of zo. Het is ook zo zonde om het anders weg te doen. Ik heb een eitje gekookt die wel heel erg goed is gelukt. En hier heb ik pittige smeerkaas op. En ik zet ondertussen eventjes de docu van Spice Girls op. Ik vind het echt heel boeiend. Omdat het ook heel veel over de geschiedenis van girlbands. En hoe dat werd ontvangen door het publiek en de pers en zo. In de jaren 90. Ook het beeld van vrouwen verteld. Het is eigenlijk diepgaander dan ik had verwacht. Ondanks dat ik uit 1990 kom, had ik eigenlijk rond die leeftijd helemaal niet echt wat met de Spice Girls. Ik had geen oudere zus of zo. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment een pennenblik ervan had. Puur omdat ieder meisje in mijn klas iets met Spice Girls had. Maar ik wist niet eens precies welk nummer erbij hoorde en zo. Echt zo suf. En toen ik op een gegeven moment ging uitzoeken wie ze waren, toen was ik meer fan van de Backstreet Boys eigenlijk. Maar goed, wel gewoon heel tof om dit ja, allemaal te zien, vind ik. Het staat op Videoland, de documentaire. Er kwam trouwens net een pakket binnen met deze mooie koker. Zoals je waarschijnlijk al ziet, er zit een kaart in. Maar niet zomaar één. Het is zo'n soort wereldkaart die je kan openkrassen. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar het idee is dan dat iedere plek waar je bent geweest, dat kras je open. En dan zie je heel duidelijk een overzicht van alles wat je van de wereld hebt gezien. En morgen zie ik Bonnie en Lotte. En Bon is recent verloofd met Nick. En dat vond ik gewoon zo speciaal. Want ik had eigenlijk nog geen cadeautje gegeven. Ik was toen op vakantie. En nou ja, ik dacht, weet je, ik zie haar morgen. Ik wil toch nog iets geven. Ik wilde niet iets heel clichés doen. Of iets wat ze niet zou kunnen gebruiken of zo. Toen dacht ik, dit vind ik wel iets wat heel erg leuk bij ze past. En ook een beetje symbool staat voor de mooie reizen die ze samen maken. En die ze gegarandeerd in de toekomst nog meer gaan maken. En door deze koker hoef je het natuurlijk helemaal niet op te hangen. Je kan het gewoon bewaren. Dus ja, het hoeft ook niet per se een plek of zo in huis te krijgen. En het leek mij gewoon iets leuks. In ieder geval als idee. Dus ik hoop dat zij het ook heel erg leuk vinden. Ik heb het bij mijn zusje gezien. Het ziet er heel tof uit. Als je steeds meer mag openkrassen van die wereldkaart, zeg maar. Dus ik ga zo nog even een kaartje halen. Ik moet toch nog wat boodschappen doen. En dan dat morgen lekker geven. Kaartje gescoord hoor. En ik heb ook even wat boodschappen gehaald. Deze zijn echt een aanrader. Die Red Velvet vind ik totaal niet lekker. Maar deze zijn heerlijk. Het is zo'n kleine barista, want ik drink verder geen melk. Maar soms wil ik het in mijn koffie, maar anders raakt het de hele melk overdaten. Maar Marco die drinkt het wel. Dus 1 gewone, 1 haver. En dit heb ik altijd voor de zekerheid in huis. En wasnummer, ik ben de tel kwijt van de week. Oh nee, wacht, het is maandag. Oké, dan is het wasnummer 1 van de week. Maar you get it, is ook klaar, dus die ga ik ophangen. Wij eten vanavond rijst met sperziebonen, champignon en kipfilet. En een lekker roomsausje. Anna heeft een lekkere dag op de opvang gehad. Zand in haar haar, dus dat betekent dat het succesvol was. Moet papa het vorkje houden? Ze wil het gewoon lekker zelf doen. Dat mag. Jam, jam, jam. Misschien wel weer. Deze. Wat moet papa ermee doen? Echt smakelijk. Hapje maken? Geen oog meer voor mij. Dit is dus iets wat ik echt ga missen als we niet meer in flat wonen. Ik weet niet of jullie het zien, maar zwermen vogels. Die echt synchroon aan elkaar, zeg maar 2 groepen. Vliegen. Ik denk dat je het niet goed kan zien. Nou, gespiegeld ook echt. Oh ja, toch wel denk ik. Ja, echt gespiegeld. Ik hoorde Anna in één keer, och, och, of zo zeggen. Van mooi, ze gaat ook echt zo naar buiten en dan weer naar binnen en dan weer af. Mooi. Hallo, het is vandaag dinsdag en ik heb zo meteen afgesproken met Lotte en Bonnie. Heel erg gezellig. We gaan eerst wat lunchen, gewoon in Beeldhoven, in het centrum. Klinkt heel interessant, maar er stond niet heel veel voor. En daarna komen ze hierheen, want ze vonden het ook heel leuk om Anna weer eventjes te zien.
Dus dat is gezellig. Heb ik trouwens gisteren natuurlijk al verteld. Maar goed, niet precies de context waarin ik ze zou zien. Ik had vanochtend deze mooie nieuwe jurk aangetrokken. Dit is een jurk van Naked. Die hebben jullie eerder kunnen zien, hun gebreide jurk. En ik vind hem echt zo mooi. Alleen vind ik hem wel het mooiste zonder panty. Met gewoon hoge laars bijvoorbeeld. Maar het is echt snerteweer. Dus nu denk ik van... Ik denk als ik zo meteen de deur uit moet dat ik meer voel voor gewoon een broek en een trui eigenlijk. Ik weet niet of dat zonde is. Maar ik heb hem in ieder geval nu lekker aan gehad. Nou ja, ja. Maar snap je niet als ik dit weer zie dat ik niet echt zin heb om dit zo aan te hebben? Al is hij comfortabel. Ik heb wel het idee, in zo'n sweaterdress hoef ik niet echt elegant te zijn. Maar hier moet je nog een beetje elegant zijn. En ik voel het niet. Nee? Nee. Het is ook echt een beetje druilerig weer, dus op zich. Ja, hè? Ik vond trouwens wel een mooie combinatie met deze oorbellen qua kleur. Die zijn van Purely, als ik het goed zeg. Purely, ik weet het niet. Ik kan het niet goed uitspreken, maar in ieder geval. Ja. Ik vind het er heel mooi bij. Oké, we gaan hiervoor. Toch nog een beetje mooi, zeg maar. Niet te casual door de leren broek. En deze pofmouwen, dit is een hele mooie aangesloten top. Je ziet een beetje het randje van mijn BH, maar ik vind dat dus bij deze top wel heel erg mooi eigenlijk. Maar wel comfortabel, omdat het een broek is met mijn Dr. Martens eronder. En ik heb gewoon een zwart tasje gaan voor all black. Ik doe ook mijn zwarte jas aan, zwarte mantel denk ik. Klopt vandaag niet, kom. Nee, ik vlog jou. Anna is dol op haar nieuwe paard. Hij is nogal hysterisch. Hij heeft een cadeau gekregen van Intertoys. Hij staat nu in de hobbelstand, maar je kan het ook andersom monteren. Is het gewoon zo'n loopkarretje. Nou, nu gebruikt ze hem alsnog als loopkar. Oh, hysterisch. Maar wel leuk om dat blije kopje hierbij te zien. Is die mooi, Anna? Ja, doe nog maar een keer. Zit je op het paardje? Hee! Het is eigenlijk een unicorn, maar dat leg ik later wel een keer uit. Soort paard. Was echt onwijs gezellig met Bon en Lot. We hebben ook lekker gegeten. En daarna gingen we nog even wat kleding omwisselen. Ik kreeg van Lot schoenen die voor haar te wijd waren. Laarzen. Zij kreeg van mij laarsjes die voor mij te smal waren. En ik had voor Bon, omdat ik een foto had gestuurd van de kleding die ik had liggen om aan vriendinnen te geven. Vorige week zagen jullie ook al een vriendin langskomen. Heeft Bon heel leuk een Spencer met zo'n soort, ja, hoe noem je dat ook weer? Pied de poule of zo. Print meegenomen. En een wijnrode blazer. Dat vind ik altijd leuk. En verder, ja, het was gewoon echt heel gezellig. We hebben gekletst, foto's gemaakt. En ik had gewoon geen behoefte of zo om dat te vloggen. Omdat we gewoon met elkaar waren in het moment. Ja, Anna is klaar. Dus ik moet haar eraf halen. Dat gaat nog niet helemaal soepel zelf. Het is vandaag woensdag. Anna is bij mijn moeder en ik ben aan het werk. En er kwamen net twee pakketjes binnen. Dus ik dacht, dat is wel leuk om even open te maken op camera. Oh, cute. Oké, ik ga het jullie even laten zien. Ik zie namelijk een gepersonaliseerd borsteltje. Dit is toch te schattig. Is dit een soort... Is dit voor de haartjes? Het is heel zacht. Het ziet er ruw uit, maar het is echt heel zacht. Oh, wat schattig. Of is het voor zeep of zo? Nou, ik weet het echt niet. Lieve Sarah, fijn pakketje met nieuwe June producten voor Anna. Liefs Eva en team EVDM. Cute. Dit zijn vochtige doekjes. Die kan ik echt goed gebruiken, want ik zag dat ik maar één pakje heb. Dan hebben we hier een shampoo zonder parfum. Ideaal. En ik denk dat dit een soort bodyolie is. Heel leuk pakketje. Nou, ik vind dit echt heel erg schattig. En het tweede pakketje was van L'Occitane. En die hebben nu een samenwerking met een sieradenmerk. Heel mooi kettingje. Prachtig. Die zou ook mooi zijn als je die kan laten graveren, denk ik. En deze ken ik al. Deze geur vind ik zelf heel erg fijn. En die minis zijn voor vakantie bijvoorbeeld echt ideaal. Ik had hier echt ontiegelijk veel kleding in maat 74-80. Ik heb het allemaal uitgezocht. Dit wil ik allemaal verkopen. Er zijn een paar van die korte broekjes in deze stapel. Dat ik even moet kijken of ik die nog goed genoeg vind om te verkopen. Maar oh, ik had zoveel. Heel veel van die zomerdingen. Sommige dingen is ze gewoon amper aangehad. Het kon echt alleen op vakantie, want we hadden echt een ruk zomer. Vorig jaar liep ze juist in heel veel warme dingen, maar nu niet. Nog wat accessoires. En dan heb ik hier een mand apart met dingen waarvan ik denk, oké, die wil ik eigenlijk bewaren. Dat vond ze of heel leuk, of ze zijn minder.
seizoenspecifiek. Of ze zijn bijvoorbeeld unisex. Heb ik toch meer kans, mocht ik ooit zwanger raken, dat ik het weer kan gebruiken. Deze mooie schoentjes, daar heeft ze niet eens op gelopen. Heeft ze alleen voor de sier aangehad. Die gaan naar een vriendin voor haar dochtertje. Maar zoals je ziet is dat toch wel weer een aardig mandje vol. Het is geen megamand, maar als dit alleen maar deze maat is. Dit is al de zoveelste maat waar ze in zit. Dus ik heb dat met iedere maat. Wat ik vaak doe is dat ik bijvoorbeeld over een paar maanden, als ze weer wat maten verder is, dan kijk ik nog een keer en dan kan ik kritischer kijken. En dan denk ik van oké, dit bewaar ik ook niet. Want ja, ik kan wel alles bewaren, maar stel ik raak ooit weer zwanger, dan wil ik waarschijnlijk ook weer wat nieuwe dingetjes kopen of je krijgt wat. Dus ik probeer wel echt te denken van, ja, wat was echt fijn. En kijk, dit vond ik bijvoorbeeld een prachtig pakje, maar het is super dun. Dus dan zou ik toevallig weer in verwachting moeten raken van een meisje die ook maat 80 midden in de zomer heeft. Anders kan ze het per definitie al niet dragen. En het was niet heel functioneel, omdat die zeg maar bovenonder geen drukknoopjes heeft. En dan doe ik hem toch bijvoorbeeld niet aan naar de opvang of zo. Want dat vind ik dan irritant voor hen. Dus dat doe ik dan wel weg. Maar goed, ik dacht ik leg het even uit. Want ik krijg heel vaak de vraag als ik laat zien dat ik het uitzoek van wil je het niet bewaren? Nou, je kan je voorstellen als je van iedere maat zoveel bewaart. Ook al zijn het kleine kledingstukken. Ze worden steeds groter. Zoveel bergruimte heb ik niet. Ik heb al 2 plastic boxen vol met alle maten waar ze uit is gegroeid. Met dingen die ik bewaar. Dus ja, ik heb het in ieder geval nu gesorteerd en dan ga ik alvast de eerste foto's van de items maken. Dat ik er al wat op kan zetten. En de rest doe ik even terug in die grote shopper. En dat ga ik gewoon van de week tussendoor, als ik tijd heb, steeds weer wat dingetjes fotograferen en op Vinted zetten. Ik zal mijn account hieronder linken voor de mensen die het leuk vinden. Terwijl ik dit doe, ben ik trouwens You aan het kijken. Dat blijft toch een sikke serie. Het is niet echt de beste serie die ik heb gezien. Maar ik vind het wel gewoon vermaak om zo te kijken op de achtergrond. En ja, het is natuurlijk wel een bizar verhaal. Goedemorgen. Check hoe mijn haar zit, jongens. Oh. Ik had ook niet zo lekker geslapen. Ik ging sowieso weer veel te laat naar bed. Want nu was ik weer You aan het kijken. Verschrikkelijk. En ik kon gewoon niet in slaap vallen. Normaal heb ik best wel weinig moeite met in slaap vallen. Wat ik altijd best frappant vind. Want ik ben wel echt zo'n piekerpersoon. Maar in slaap vallen gaat eigenlijk altijd goed. Maar het duurde echt lang. En ik sliep ook heel onrustig. En dan voor mijn gevoel weer heel diep dat ik heel gek droomde. Het was gewoon een beetje een rare nacht. En toen zei Marco vanochtend, het is volle maan. En het schijnt ook nog eens de meest volle maan van het jaar te zijn. Ja, niet iedereen gelooft hierin. Wij inmiddels in ieder geval wel. Want het is echt altijd zo, als we dan zo raar slapen allebei. En we kijken op Marco's telefoon, die laat dan die standen zien. Op zijn smartwatch of zo, dan is het altijd hetzelfde verhaal. Dus inmiddels geloof ik daar wel in. Nou, ik heb mijn haar gewoon zo gelaten zoals ik ermee wakker werd. Want vandaag ga ik naar de kapper. Ik ga het weer bij laten knippen. En ik denk dat ik weer gewoon lekker dezelfde korte lengte doe als vorige keer. Dus het, ja, een paar van jullie zeiden al, groeit jouw haar nou zo snel? Volgens mij, ja, ik dacht altijd redelijk gemiddeld. Maar het verschilt gewoon een beetje per fase. Want ik heb nu ook echt het idee. Ik ben namelijk pas, ik denk 3 maanden geleden geweest. Oh, het zit nu helemaal bol van de knot. Dus je kan het niet zien. Maar dat het echt alweer een stuk langer is geworden. Want dat was volgens mij echt hier of zo. Dus nou ja, ik ga het weer lekker een stukje korter laten knippen. Want voorlopig ben ik dit korte kapsel nog niet zat. Ik vind het gewoon altijd heel erg leuk. En ik ga denk ik vragen of ze nu iets meer lengteverschil met voor en achter doet. Want dat was 2 jaar geleden toen ik het liet doen, had ze dat ook gedaan. Dat vond ik nog net wat meer edgy staan. Dus dat het achter nog iets korter is dan voor. En dat dat verschil iets meer wordt dan de vorige keer. En ze gaat er een toner in doen. Dus dat is gewoon om de kleur wat mooier en levendiger te houden. Want de warmte van mijn haar die komt er altijd best wel snel doorheen. Ik moet zeggen, ja, dit is dus heel geel licht. Maar ik ga even bij het raam staan, dat het nog echt wel een mooie kleur is. En ook mijn uitgroei loopt nog soepel door. Het is gewoon nog mooi assig. Er is nog weinig warmte doorheen gekomen. Tenminste assig. Ik ben niet echt voor een onnatuurlijke assige look gegaan. Maar wel gewoon iets meer dat donkerblond. Maar het is niet heel spannend. Dus zo'n toner doet ze dan vaak bijvoorbeeld net een hintje roze door of iets parelmoerachtigs, waardoor het gewoon nog wat mooier wordt en ook glanst en zo. En ze gaat er denk ik ook weer even een soort Olaplex behandeling in doen. I don't know. Voor de duidelijkheid, want vorige keer was dat niet duidelijk. Ik betaalde het gewoon zelf, deze kappersafspraken. Maar ik vind het gewoon leuk om erover te praten en het te delen.
Dus ik zal jullie even laten zien hoe het er nu before uitziet. Niks gedaan aan mijn haar verder, maar wel realistisch beeld. Dus dit is inmiddels nu de lengte. Automatisme, ik wil serieus Temptation Island opzetten. En ik eindig op de een of andere manier in het Nijntje menu. Sowieso moet ik natuurlijk niet Netflix, maar Videoland hebben. Maar goed, zo stom. Het gebeurt echt vaker dat ik wel gewoon bijna Boomba wil aanzetten of zo. Gewoon automatisch daar naartoe navigeer. Ik voel mijn outfit van vandaag echt helemaal. Ik vind het echt fantastisch. Ik heb deze blouse die ik in een boutique in Leiden kocht vorige week. Toen ik daar met mijn moeder was aan. Deze is van een Scandinavisch merk. Echt heel erg mooi. Deens volgens mij. En hij komt van Cozy Leiden. Dan heb ik lekker veel gouden sieraden. Ik zie nu dat deze daarnaast echt zilver lijken. Maar goed, het is goud. Ook wat extra ringen en zo om. Een jeans met een wax effect van Naked. Riem. En mijn nieuwe laarzen. Deze heb ik van Lotte gekregen. Want Lotte had deze van Monkey, maar die waren bij haar echt veel te wijd. En ik heb juist altijd het probleem dat ik laarzen niet pas. Dus ik zei, mag ik ze proberen? En ik pas ze perfect. Dus ik ben hier heel blij mee. Tenminste, ze zitten bij mij zelfs eigenlijk een beetje strak. Want je ziet dit afzak-effect. Ze zouden dus normaliter hoger kunnen. Maar dat past niet om een been. Maar die rits die kan gewoon zo bobbelig. En ik heb er ook geen last van. Maar goed, ik ga er nu natuurlijk wel iets langer op lopen. Maar die hakhoogte is echt top. En ik hou altijd, dat is mijn tip met all black outfits. Het hoeft dus echt niet saai te zijn. Wat ik dan het meest interessant vind, is contrast in materialen. Dus ik heb nu hier, sowieso zit hier heel veel structuur op. Door hoe het poft en zo. En door hoe de stof geweven is. Dan hier dus een beetje zo'n wax effect. Dat zorgt dus alsnog voor een contrast. Al is het allebei zwart. En dan weer gladde laarzen, zeg maar. Maar die zijn ook redelijk mat. Dus dit steekt dan weer heel weinig af. Maar dat vind ik mooi. Want anders zou ik laarzen over zo'n strakke broek snel een beetje too much vinden. Kan ook ordinair worden als ze bijvoorbeeld nu van lakleer waren geweest, zeg maar. Dus ik vind het hier precies goed. Ik vind het ook leuk met all black outfits om bijvoorbeeld met suède en met leer, wol, dat te combineren. Is ook allemaal heel mooi bij elkaar. Tot zover mijn all black look. Wat een ranzige spiegel weer trouwens hier. Maar het regent. En ik dacht, ik heb eigenlijk een praktische jas. Dus ik heb toch maar deze erover aangedaan. Dan hebben we gewoon pas een interessante outfit. Als mijn jas uit is, maakt niet uit. Ik ga tegenwoordig echt, vooral als ik naar buiten moet, voor comfort over fashion. En deze jas is gewoon mooi hoor. Maar bij dit totale outfit was die zwarte jas perfect geweest. Helaas. Same old story. Altijd als ik naar de kapper ben geweest, gaat het regenen. Lijkt nu net weer droog, maar ik hou mijn capuchon maar even op. Want ze heeft het net helemaal mooi gekruld en zo. Riep iemand? Vast niet. Maar het is echt een mooie kleur. Oké, ik ga het toch maar laten zien. Nu ik toch bijna thuis ben. Kijk, het is echt, ze heeft het iets donkerder blond gemaakt. Het is nu meer een middenblond geworden. Met een beige toon. Dus ja, een hele natuurlijke tint. Niet echt koel, niet echt warm. Ik vind het echt prachtig. Iets minder kort gegaan dan vorige keer, maar wel weer dat asymmetrische. Dus achter is het echt weer een stukje korter. Ik hou daarvan. Vind ik altijd lekker vlot staan. Stom woord tot het vlot kapsel. Maar het is wel zo. Nog even zonder jas. Dan kan je toch wat beter zien. Ook qua lengte. Het verschil met het shot wat ik vanochtend maakte. Ik vind het echt een prachtige kleur. Als ik in het licht sta, dan is het dus nog best wel lichtblond. Nu is het bewolkt, maar vooral als de zon erop schijnt. Maar het is dus echt ook wel, ja, ik zou niet zeggen dat het grijzig is, totaal niet. Ook niet heel erg assig. Ze zei ook van, het is niet echt koel, niet echt warm. Het zijn gewoon heel neutrale beige tonen. Ik vind het prachtig. Ik hoop dat het lang blijft plakken. Dus ik ga vooral niet te vaak mijn haar wassen. Doe ik sowieso niet. Zodat de toner goed behouden blijft. Al moet ik zeggen dat ik mijn kleur, wat ik vanochtend ook wel mooi vond. Maar dit vind ik net even iets specialer. Ik hoop echt dat het lang blijft zitten. Het helpt natuurlijk als ik het niet vaak was. Dat probeer ik sowieso niet vaak te doen. Dus dat komt denk ik wel goed. En als het terugloopt naar de kleur die ik vanochtend liet zien. Want dat gaat natuurlijk gebeuren, want het is alleen een toner. Is het ook goed, want ik vond eigenlijk mijn kleur dus nog best wel mooi. Het was wel iets warmer dan dit, maar het was gelukkig nog niet geel of oranje uitgeslagen of zo. Dus gewoon leuk voor wat variatie dit. Ik vind het heel leuk voor de herfst. Oh, en die krullen, dat doet zij toch altijd zo mooi. Ik heb daar zelf bijna nooit geduld voor. Ik
kreeg verder weer een blije brief, maar niet heus, van de woningbouwvereniging. We krijgen echt iedere week wel 3 brieven, want in juni zijn ze bij ons geweest voor die hele grote werkzaamheden. Toen was het 2 weken echt chaos bij ons binnen. Daarna stonden er nog wat dingen gepland. Maar nu is er echt zo'n hele lange nasleep, omdat het een flat is. En het heeft er ook mee te maken dat ze bijvoorbeeld bij de onderste verdieping dan iets nieuws hebben aangelegd. En dat moeten ze dan weer doortrekken of koppelen. En vooral omdat wij helemaal boven zitten met verwarming en ontluchten en zo. Ze komen echt minimaal 2 keer in de week vragen of ze even binnenkomen. Is op zich niet heel erg. Maar het duurt gewoon lang. Bijvoorbeeld vandaag was er een uur geen stroom. Morgen tussen 8 en 12 is in de algemene ruimtes geen stroom, waardoor er dus ook geen lift is. Dus ja, wij wonen op 7 hoog. En 7 hoog met Anna tillend naar beneden en een kinderwagen is niet echt te doen. Dus eigenlijk blijf ik dan gewoon binnen. En voor oudere mensen geldt dit natuurlijk al helemaal. En dat kregen we pas vandaag. Het lag vandaag in de brievenbus. Ik heb gisteren nog gekeken in de namiddag. Toen lag er nog niks. Gewoon zo last minute allemaal. En zo zijn er dus minimaal iedere week wel 3 van die dingetjes of zo. En dat begint gewoon een beetje irritant te worden. Ik ga binnenkort ook wel gewoon echt eisen dat ze die beschadiging op het plafond alvast gaan doen. Want ze zeggen steeds, ja, als we helemaal klaar zijn, dan komt er nog een soort check. En dan nemen we dat allemaal mee. Maar wij zitten nu wel vanaf juni met dit plafond. En het ziet er gewoon echt uit als een studentenhuis. En eerst dacht ik, nou ja, weet je, ons huis is toch niet heel netjes. Laat maar. Maar ik vind het nu gewoon irritant. Maar kijk, wij hebben namelijk ook, en we hebben geen zin meer om dit te witten. Kijk, al onze muren in de hal zien er echt niet uit. Het is hier best wel smal en dan ga je dan met die kinderwagen tegenaan. Overal zitten zwarte strepen van geen idee wat. Maar ja, neem niet weg dat dit iets is wat wij niet gedaan hebben. En ik wil gewoon dat het opgelost wordt. Ik begin inmiddels gewoon een beetje ongeduldig te worden, merk ik. Omdat ja, het gewoon elke keer wat is. We hebben nu ook weer veel geluidsoverlast van de mensen die een nieuwe badkamer krijgen natuurlijk. Fijn voor hen, maar echt iets. Het slopen van tegels van de muur. Dat apparaat maakt zoveel kabaal. Ik weet dat die mensen ook gewoon hun werk doen en dat het gewoon niet echt anders kan bij in een flat. Zo werkt het nou eenmaal. Alles is op elkaar aangesloten, maar ik mag er toch over klagen, vind ik. Jongens, heeft er iemand hier vogelkennis? Zijn ze nou gewoon ruzie aan het maken of is het een soort verleidingstruc? Dat die man letterlijk een veer... Ik zeg ook gewoon dat het een man is en die andere vrouw. Er zijn zeker 2 mannen. Het trok letterlijk een veer eruit bij die andere vogel. Kijk, gaat hij het weer doen, denk ik. Zijn ze nou vijandig of liefdevol? Can someone tell me? Ik had nog heel even tijd, dus ik dacht ik ga gelijk de Vinted pakketjes die ik heb verkocht indelen. Dus nu weet ik in ieder geval wat heb ik alles gesorteerd per bestelling, zeg maar. Ik moet de verzendlabels nog aanmaken, maar zo kan het niet meer misgaan. Ik heb een tijdje terug even van die verzendzakken gekocht. Want daar kan ik het gewoon goed in verpakken. Ik zag dat er echt nog maar 2 dingetjes op staan van alles wat ik er gisteren op heb gezet. Dus ik ga gewoon heel snel het weer aanvullen. Dus sorry, ik zei ik zet mijn profiel hieronder. Dat blijf ik doen. Misschien staat er inmiddels als je kijkt net weer een nieuwe lading op. Maar ja, de dingen die ik er dus gisteren op heb gezet, die zijn er al bijna allemaal niet meer. Het gaat heel snel, wat heel chill is natuurlijk. Maar daardoor... is een vlog dan eigenlijk net te laat, zeg maar. En ik ga alweer de deur uit. Ik had gelukkig al een leuke outfit aan voor een etentje. Ik ga namelijk naar Ruby Rose. Daar heb ik al eens eerder vooral drankjes gaan en een paar hapjes. En nu ga ik er echt eten met 2 vriendinnen die ik nog ken van mijn bijbaantje van de Plus. Van jaren terug. Ik dacht even dat ik nog tandpasta in mijn mond heb gehad. En we hebben gewoon altijd contact onderhouden. Rianne en Rianne. Super gezellig. Dus we gaan nu weer. En het ging de 3 keer hiervoor elke keer niet door. Omdat 1 iemand het was vergeten. Steeds iemand anders. Of het in 1 keer helemaal niet meer kon. Allemaal druk druk. Maar nu wel weer. En bij ons weten we ook altijd dat we het er gewoon in houden. Dus dat is top. Maar ik ben wel heel blij dat ik nog net 5 minuutjes Anna zag. Pas je op. Zachtjes, hè. Ze kwam van de opvang, vandaar die grappige staartjes weer. En de mega vlekken op haar trui. Same story always. Dacht je dat dat een ketting was, Anna? Het lijkt op een ketting, hè? Moet ik kijken wat erin zit? Even kijken. Kijk, het is een zakje, die kan je zo openmaken. Dan kan je er wat in stoppen. Nee, dat was niet het antwoord wat je wilde. Ja, sorry. Wat vind je van mijn haar, schat?
Zeker. Oh, ik had het niet gehoord. Ik vond het heel leuk. Dank je wel. Jij was met Anna bezig, zeg. Ja, dat denk ik. Ik vind het heel leuk staan. Thanks. Nou, ik ga wel weer, hè. Succes. Hoe moet ik nou de avond doen? Chillen. Werken. Oh, moet je nog die punten halen voor je... Het ene verslag nog. Registratie. Succes. Yep. En dat is het laatste. Oké. Okay. Hey. Tief. Bomba of Nijntje? Ja! Oké. Bomba, hè? Bomba Baloo. Die? Ik denk het. Anna en mijn tas. Moet die ook al open? Kijk, zo gaan ze open. Ik krijg hier spijt van. Nu zijn ze open. Hoe schattig is dit zachte truisje trouwens. Ik had het gisteren echt heel gezellig met vriendinnen. Maar wel een klein beetje brak nu. Maar goed, dat heb je. Paracetamol en water genomen komt zo vast wel goed. Ga je bellen? Hallo, hoe is het? Wat zit er nog meer in de tas, Anna? Zo, dat begreep ze heel goed. Het is een flarebroek, maar ik heb heel even de sokken eroverheen gedaan. Want het is maat 92, dus hij is een beetje te lang. Een struikeltrouw de hele tijd. Maar dit was nu wel een van de warmste broekjes die ik had. En aangezien we dus geen verwarming hebben deze ochtend. Oh, wat heb jij allemaal gevonden? Gaat mijn bonnetje dat ik moet declareren? Ik heb zin om er wat tegen te doen. Ik probeer even voor te doen. Hoe je ook alweer een soort van strepen zet. Maar ik heb nu geen stiften, maar potloden en waskraaijes. En dan moet ze harder drukken. Dat is nogal moeilijk. Ik wil iets maken voor Marco's verjaardag dinsdag. Als jullie deze vlog zien, is Marco jarig. En ik zag dus heel slim dat mensen dan met washi tape het vastzetten. Zodat het in ieder geval niet verschuift. Maar die felle strepen, die zijn voor mij. Maar ze heeft wel heel veel van die schattige kleine puntjes. Ach, maakt ook allemaal niet uit. Zolang ze maar lol heeft. Oh, goed zo, Anna. Ja, kijk. Wat goed. Een tijdje geleden heb ik klei gekocht. Maar ze weet niet echt wat ze ermee moet. Eerst wil ze het in haar mond stoppen. En daarna vindt ze het een beetje eng of zo. Ja, klaar, zie je. En wil ze het terugstoppen. Dus ik heb al laten zien dat je er andere vormen van kan maken en zo. Dan kijkt ze wel. Maar als ze het in haar eigen handen heeft. Terwijl ze heel vaak zulke soort dingen juist heel chill kunt voelen. Maar dit is nog niet echt een succes. Dat komt. Kijk, duwen. En die moet bij blauw, hè? Stop er maar in. Een beetje duwen. We zijn trouwens geëindigd met dit. Met een paar stickers erop. Bakken. En hier een kusje. Bakken. Een lippenbalsem. Moet ik het eruit halen? Ja. Dat kan. Kijk maar eens wat je daarmee doet dan. Kijk. Daar is het. Waarschijnlijk gewoon puur in en uit het blokje doen. Wat ook helemaal prima is. Moet je een beetje duwen, dan past het. Met je handje. Papa. Kijk, ik zal wel helpen. Duwen. Zo. Uh-oh.
wou zeggen goedemorgen, maar het is al middag. Het is bijna 1:30. Hele dag lekker lopen opruimen en schoonmaken met z'n tweeën. Anna ligt nu net op bed. Maar ze was gelukkig vandaag echt heel goed gehumeurd. Dus het ging echt hartstikke goed. En ik heb weer een paar Vinted pakketjes binnengekregen voor haar. Nu heb ik echt haar wintergarderobe wel compleet. Maar ik dacht, ik ga jullie even laten zien welke kleding er nog toegevoegd wordt aan haar kast. Eerst een bestelling met onder andere dit te leuke truitje. Deze komt van Zara. Ziet er nog helemaal nieuw uit. In diezelfde bestelling zat ook dit truitje van Zara. En deze heeft Anna eerder gehad. En het vind ik zo'n fijn zacht stofje. En die kleur staat haar echt prachtig. Dus nu in 2 maten groter. Je ziet hier een beetje dat hij wel gewassen is en zo. Maar ja, dat is op zich ook gewoon wat je heel snel hebt met dat truitje. Hetzelfde geldt voor deze. Ik kan het ook nog met zo'n ontpilapparaatje even proberen. Die heb ik toevallig gekocht van de week. Ik vond dit kraagje heel mooi. En lekker dik stofje, maar ook weer niet te dik. Gewoon fijn voor nu. Dan had ik van een verkoper in maat 92 meer voor het voorjaar. Dit geweldig leuke paperback broekje. Deze komt ook van Zara. En deze trui, ook van Zara zie ik. Dus ook maat 92, maar ik... Oh nee, 86. Top. Nou, dit kan ze gewoon zeker nu al aan. Ik vind dit heel leuk met een spijkerbroek qua kleur. Daar zat ook nog deze bij. En dit is een spijkerbroek, maar wel nog met die drukknopen. Dat zie je niet zo vaak meer vanaf maat 80. Dus dat vind ik wel echt top, want dat gaat gewoon sneller met verschonen. Oh wacht, volgens mij ja, ook bij haar nog dit gewoon chillen truitje. Dit vind ik gewoon zo'n ideaal truitje voor de opvang of voor gewoon chillen dagen thuis. Deze is van Hema. Lekker warm. En dan van de derde verkoper had ik deze broek. Maat 86. Anna heeft hem nu maat 80. Dat is echt mijn lievelingsbroek voor haar, maar hij is hoogwater. Dus gaan we voor deze vervangen. En zij verkocht hem ook in het grijs. Hier zie je wel dat hij een beetje gedragen is. Maar ik vind die donkere kleuren ook heel handig weer voor de opvang. En daarbij zat dit mooie groen-zwarte shirtje met lange mouwen. Ook van Hema. Dus een hele hoop weer. En Marco gaat hier achter nu beginnen met dweilen volgens mij. Ja. Ik ga... ik heb net de was opgevouwen. Oh nee, ik heb ook de nieuwe was al opgehangen. Ik heb hem opgehangen. Wat ging ik dan doen? Er was nog iets. Lunch maken voor mij. Dat ga ik inderdaad wel eerst even doen. Even lunch. Johannes is even ontdekt. Moeten we nog boodschappen doen? Vanavond komen er 2 vriendinnen weer zoeken tussen de kleding die ik nog over heb. Er zijn inmiddels wel wat meiden geweest. Dus ik wil het ook weer even een beetje netjes uitstallen en zo voor zij komen. Want het is echt een beetje chaotisch nu. Het zit allemaal een soort van gepropt in een tas. En ik wil eigenlijk ook nog kijken of ik er nog wat meer bij kan doen. Maar ja, mijn eigen kast. Ik heb dus wel dingen uitgezocht wat ik niet meer wilde. Maar het is wel echt een chaos. Ik heb het nog steeds niet netjes gemaakt wat er over is, zeg maar. Maar goed, dat geef ik gewoon steeds geen prioriteit. Omdat echt de badkamer was bijvoorbeeld zo goor. Het moest echt gebeuren. Er stonden veel te veel producten in. Dus heel veel heb ik er weer uitgehaald en teruggedaan in een voorraadkast die we in onze waskamer hebben staan. En Marco die gaat vanmiddag, als hij naar vrienden gaat, gaat hij even van tevoren heel eventjes de karton wegbrengen. Want kijk... Echt, deze kamer is echt vreselijk. Hier hangt dus onze was. Deze was moet ik nog opruimen. De koffers zijn leeg, die moeten nog terug naar de berging. Dit, ja, dit is gewoon onze opslagkamer. En hier hebben we al ons karton in deze doos van de tv. Dit is zo'n gigantische doos, maar hij puilt helemaal uit. Je wil niet weten hoeveel hierin past. Het was wel ideaal, moet ik zeggen, maar ik ben blij als dit nu weg is. En als deze naar beneden gaan zo, dan hebben we opeens weer een beetje ruimte hier. Hier staan bijvoorbeeld ook altijd de kinderwagen en de buggy en een stofzuiger en nog meer schoenen. Ja, it's a lot. Oh, het ruikt gelijk zo lekker. Daar hou ik echt van. Het is zondag en het is een zonnige herfstdag. Hey. Dus we dachten we gaan lekker wandelen. Het is een echte zondag. Gisteren waren er 2 vriendinnen langs die weer gezellig zijn geweest om kleding uit te zoeken. Allebei best wel wat meegenomen en gewoon gezellig wat gebobbeld. Het was echt heel erg leuk. En vandaag dus een dagje met het gezin. En kijk al naar de koppies. Ik kijk zo ondeugend. We hebben er goed ingepakt. Dit jasje heeft een hele fijne capuchon die heel dicht onder je hoofd zit. Ik zou hem andersom dragen aan, hè? Waarom draag je je jas niet andersom? Dan heb je die zachte kant aan de binnenkant. Dat kan wel, maar nu matchen we hem. Echt super fout trouwens. Ik had er echt niet over nagedacht.
Ja, dat is wel echt heel mooi. Nee, serieus. Nee, natuurlijk. Oh, heerlijk dit. We rijden heel even naar de bosingang. Dat is echt maar 5 minuutjes rijden, minder nog. Maar we dachten, als we gaan wandelen, gaat dat van de tijd af dat we nog kunnen wandelen in het bos. En dat is zonde. Want anders valt die meid in slaap. Want het is nu 10 voor 11. Dus even lekker een uurtje in het bos. Zo leuk om honden te kijken, want die hebben hier echt de tijd van hun leven als ze hier worden uitgelaten op zo'n gigantisch veld. Altijd volop aan het spelen met andere honden, echt te leuk. En ze plonzen vaak ook even in zo'n stukje water wat er is. Helemaal vies, daarna lekker rollen door de aarde. Zit ze dan hoor, prinses. Die weet ook wel wat leuker is. Ze heeft de buikspieren moet trainen. Ze probeert dit zo naar achter te gaan, terwijl heel vaak dat spelletje spelen. Dat gevoel vindt ze heel leuk, alsof ze dan bijna valt. Het is inmiddels maandag, dus ik ga de vlog weer afsluiten. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien. En natuurlijk dat jullie weer gezellig kijken naar de volgende vlog. Doei doei!